Ik ben Isolde, muzikant en ik woon in de buurt van het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg. Men is gestart met de bouw van het Begijnhof in 1873 en op minder dan 2 jaar tijd waren de werken al klaar. Er zijn dan 600 begijntjes naar hier verhuisd. Het is hier 8 hectare groot en het domein bestaat uit 1 kerk, 1 kapel, 3 pleinen, 1 groothuis, 80 huizen, 2 toegangspoorten en 8 straten. In 1994 is het Begijnhof beschermd als monument en stadsgezicht. In 1998 is het opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO. En in 2003 is het laatste begijntje gestorven. Ik weet niet of Maria er nu echt een invloed op gehad heeft, maar als kind had ik heel veel bloedneuzen. Ik verloor liters bloed en mijn moeder wist totaal niet meer wat ze moest doen. Ze had al zoveel dokters geraadpleegd. En uiteindelijk is er een vriendin van haar speciaal naar de Heilige Bloedkapel in Brugge geweest om een klein typisch blauw Maria medaillonnetje voor aan een ketting te gaan zegenen tegen bloedneuzen. En ze heeft mij dat dan omgespeld en ik had nooit geen bloedneuzen meer.